Hey, serieus, how to measure doors and walls. Wat is nu het voordeel aan de cursus van How to Measure? De cursussen van How to Measure zijn eigenlijk opgeboten met mijn eigen visie als projectleider. Dus als projectleider heb ik grote werven, maar ook kleine werven gerealiseerd. Werven voor bedrijven, werven voor KMO's en werven voor particulieren. Maar het belangrijkste aan een job als projectleider is dat u rekening houdt met iedereen die bij de realisatie of die met de realisatie van een project te maken heeft. Dus u staat als projectleider staat u niet alleen op de vloer, u staat met iedereen op de vloer, want u moet ervoor zorgen dat u alle info, dat alle communicatie die bij u terechtkomt, dat u dat kunt filteren en dat u dat kunt overdragen naar uw collega's. Want uw collega's van de studiedienst, uw collega's van productie, uw collega's van de plaatsing, de klant, iedereen heeft ondersteuning nodig van die informatie die aan u wordt gedeeld tijdens een werfbezoek, via mail of via telefoon. Dus als projectleider, dan spreken we over de grote P. En naast de projectleider hebben we de verkoop. Hebben we de plaatsing. Hebben we het studiebureau of het ingenieursbureau? Het studiebureau, dat zijn de mensen die met de afmetingen die jij hebt genomen, de afmetingen zullen verder werken. Zij zullen op die afmetingen verder werken en zij zullen het product op basis van wat dat er verkocht is, samenstellen, de productiefiches opmaken en de productie aansturen op basis van de afmetingen dat hij als projectleider heeft genomen en die u heeft overhandigd aan uw collega's. Maar naast het studiebureau, naast de verkoop, naast de plaatsing, is er ook aan de productie. En bij de productie komt er ook de aankoop kijken, want de productie heeft zijn grondstoffen nodig. De grondstoffen voor de assemblage van die deur of van die wand. Dus het is belangrijk dat u als projectleider de juiste informatie heeft aan het studiebureau. Want het studiebureau zal berekenen wat dat er nodig is aan grondstoffen, zodat productie het product kan voorbereiden, assembleren, inpakken en uiteindelijk klaarzetten om te leveren aan de klant. Dus de klant is degene die betaalt en het is de klant die tevreden moet zijn. Maar als projectleider bent u afhankelijk of moet u vertrouwd zijn, moet u ondersteuning bieden aan al de aspecten die met het project, het leiden van een project, het opmeten van een deur of een wand te maken heeft. Want alles hangt vast rond u om de klant tevreden te staan. En het einde van de rit is het een volledige cyclus die moet feedback geven aan het management. Want zij moeten weten waar een held naartoe gaat, hoe zij moeten sturen, hoe zij moeten beslissingen nemen. Dus een cursus How to Measure leert u niet enkel die opmeting uitvoeren, maar zorgt er ook voor dat iedereen rond de realisatie van een product ondersteund wordt. Want ik heb zelf gewerkt als projectleider, ik heb zelf meerdere werven tot een goed einde gebracht. En dat was mijn job, ervoor zorgen dat iedereen tevreden was, maar uiteindelijk dat de klant tevreden was en hij reclame maakte bij vrienden, bij familie, bij collega's, zodat het management tevreden is, het bedrijf kan groeien en er meer producten kunnen verkocht worden. Dank u wel. Thank you.